Het is de nachtmerrie van iedere leraar. Een leerling die een klasgenoot van het leven berooft. Kees van der Zweep staat aan het hoofd van het Corbulo College als de 16-jarige Anthony de 15-jarige Wesley voor de ogen van zijn medeleerlingen doodsteekt. De school wordt overspoeld door journalisten. Hulpdiensten nemen de regie over. En nu, zo'n 2 maanden na die dramatische vrijdagmiddag, doet Van der Zweep voor het eerst zijn verhaal. Vrijdag is mijn vrije dag. Dan zorg ik voor mijn zoontje van 2. En ik zat met hem te spelen en opeens gaat de telefoon. Ja, dat gebeurt al vaker. Corbulo belt. En ik neem op. En nou, de adjunct-directeur zegt: Kees, er is iets vreselijks gebeurd op school. Er is bloed. Ik sta te trillen op mijn benen. Je moet onmiddellijk komen. Ik zeg: joh, je maakt een geintje. Dat is, nee, serieus. Je moet echt komen. Er is iets vreselijks. Nou ja, buurvrouw ingeschakeld en ik was hier 20 minuten later op school. Het is 1:15. Heeft het incident plaatsgevonden. Ik was om iets over 1:30 hier op school. Ja, het was er uiteraard al politie, traumahelikopter, linten afgezet. En onderweg in de auto dacht ik, ik rij ergens naartoe. En dat kan niet waar zijn, dat dit op het Corbulo College is gebeurd. Dit kan niet. Ik heb Wesley zelf niet meer gezien. En daarna denk je ook van, je ziet de chaos binnen school. Maar je denkt ook van, goh, toen wisten we al dat het heel ernstig was. Ik denk, ja, de moeder van Wesley, dat is natuurlijk, dat schiet door je heen. Dat, hè, de moeder van Wesley, die, hoe, nou, de politie zegt, nee, jullie doen niks meer. Dat nemen wij over. Wij hebben nu, hebben de regie. Er zijn leraren die hebben Wesley opgevangen. Ja, ja. Hoe gaat het met ze? Nou, dat gaat wel weer goed met ze. We hebben geen uitval of zo. Iedereen is gewoon weer aan het werk. Maar goed, blijft ze natuurlijk wel bezighouden. Hè? We hebben echt een docent gehad die... Ja, Wesley is in de armen van die docent bleek achteraf overleden. Dat kon hebben. Als leek kan je dat natuurlijk dat niet vaststellen. Maar ja, die heeft daar wel behoorlijk veel last van gehad. En gelukkig hebben ze een paar weken geleden, hebben die docenten die Wesley op het laatste moment ook gezien hebben, hebben ze contact gehad met de moeder van Wesley en de zus. Om ook te vertellen hoe ze de laatste momenten van Wesley waren geweest. Dat was ik was er zelf niet bij, maar ik heb gehoord dat een heel emotioneel, maar ook een, ja, als je in dat geval van mooi kunt spreken, een mooi moment waarin moeder ook wel gevraagd heeft van, ja, hoe is het gegaan? Heeft hij nog iets gezegd? Moeders willen ook weten, ja, heeft moeder van Wesley wilde ook weer, heeft hij pijn gehad? En het was voor haar een mooi om te horen dat hij in de armen van iemand was gestorven. Van een docent die zei, ja, maar ik hield ook van Wesley. We hebben heel veel steun gehad van mensen van het bestuur, van jeugdhulpverlening Haaglanden, slachtofferhulp. Nou, ik vergeet ongetwijfeld nog een paar. We hebben heel veel hulp gehad van mensen die ons door deze moeilijke tijd heen hebben gehaald. Wat heeft dat dan specifiek met jou gedaan? Voor mij persoonlijk is dat ik, laten we zeggen... Ik heb altijd, ben ik onbevangen naar mijn werk gegaan. Altijd, ja, we gaan er weer een gezellige, mooie dag van maken. En wat kan ons gebeuren? En misschien is die onbevangenheid er een beetje af, merk ik bij mezelf. Hè? Dus zo'n vrije dag bijvoorbeeld, op vrijdag ben ik dan vrij. Dat ik dan wat vaker op mijn telefoon kijk. En wat vaker bel naar school van, joh, hoe gaat het? En ja, tuurlijk Kees, joh, het gaat goed, weet je wel. Dus dat is... meer iets van je, wat meer in jezelf zit, als dat het is een beetje irreële onzekerheid, ja. Denk ik dan. Slijt dat nog? Gaat dat slijten? Ja, dat gaat wel slijten. Dat gaat wel slijten, zeker.